21 jaar. Ik studeer nu aan de Johan Cruijff Universiteit, sportmarketing. En ik wil vooral ook in de sport, in mijn sport, kickboksen, doorgroeien. Als ik over een jaartje ben afgestudeerd, dan zie ik mij vooral in de kickbokswereld en dan vooral promotiewerk doen, bijvoorbeeld voor het dames kickboksen. Ik heb vroeger hoge judo. En van mijn voormalige trainer Theo Meijer moest ik een sport erbij voor mijn conditie omhoog te krikken. En toen heb ik kickbox gekozen. En uiteindelijk bleek het dus dat het niet te combineren was, judo en kickboxen. Dus ben ik weer gaan judoën. Totdat 2 jaar geleden ik bij Davis Gym terecht kwam. En zodoende ben ik weer gaan kickboksen en weer hard gaan trainen voor het kickboksen. En weer het wedstrijdcircuit ingerold. En vanaf toen was het eigenlijk van ja, ik blijf gewoon kickboksen, ik vind het leuk. Ik geef judo les aan een wedstrijdgroep, volwassenen en jeugd. En daarnaast ook gewoon de normale groepen, dus gewoon recreatiejudo, ook aan jeugd. Dames zetten evenveel knalpartij op als heren. En het niveau klimt alleen maar eigenlijk omhoog. Want als je ook ziet, 8 dames op 15 september. Ja, bij iedereen heeft evenveel kans. En het zijn gewoon allemaal knaldames.